Badder is echt wel een type dat zegt: van uh, Oké, okay, jullie denken van links. Dan zal ik eens even rechts laten zien. Slecht nieuws voor Badder. Ja, een uh, halfjaartje broemen. Maar goed, een halfjaartje valt eigenlijk wel mee hoor. Ja, hij heeft een uh, gigantisch dus lekker leven op dit moment. Uh, hij uh, doet wat hij wil. Uh, ja, en dan moet hij in één keer uh, zijn vrijheid uh, volledig gaan inleveren. Ja. Dat dan Badder besteedt? Nee. Ik heb wel eens gehoord dat hij er behoorlijk veel moeite mee heeft. Er zijn jongens die gaan de lach om in en die komen de lach om uit. Maar dat is echt persoonlijk. Hij uh, heeft in de tijd ook in het boek gezegd van dat hij het verschrikkelijk vond in de gevangenis. Hij verveelde zich te platter, hij kon niet, kon niet trainen. Er waren faciliteiten, hij verveelde zich. Zou dat ook wel eens einde carrière kunnen betekenen voor Bader? Nou, of niet. Het kan ook tegenovergesteld zijn. Misschien komt hij tot bezinning dat hij denkt hey, ik ga er nog vijf jaar voor. En dan kan je in de lik rustig even over nadenken en misschien heel hard trainen. En als hij dan de draad echt oppakt, dat hij dus echt weer elke dag traint en continue partijen vecht, dan hoeft zijn carrière echt niet over te zijn. Zijn de winnersmentaliteit dat hij dan alsnog doorpakt? Nou, zo is hij wel. Badr is echt wel een type dat zegt van uh, oké, okay, jullie uh, denken van links, dan zal ik eens even rechts laten zien. En de rematch tussen Rico Verhoeven en Badr, die zou in mei of juni komen. Dat gaat hem nu niet meer worden. Nee, maar misschien is dat wel goed. Dan kan hij nog iets langer trainen. Want als die partij er komt hoor, ik moet het nog maar afwachten. En ik, uh, ik denk dat Rico Verhoeven gewoon die partij weer pakt. Maar goed, als je wil, dan komt hij er gewoon die partij. Nee.